Twee weken geleden zijn wij van Rijnmond een actie begonnen waarin mensen met een bijzonder verhaal elkaar konden opgeven. En vandaag kunnen ze hier in de Rottetram genieten van een welverdiende lunch. U heeft ook meegedaan aan de actie van georganiseerd door Rijnmond en de Rottetram. En daarom zit u hier. Eigenlijk ben ik helemaal van niets bekend. Ik werd gisteravond gebeld. En dat bleek dus dat collega's die hadden mij opgegeven. En waarom hebben die u opgegeven? Nou, collega's die weten dat ik een vrouwelijke collega een tijd lang geleden heb ontmoet. Die had films van de vader die ze graag op dvd had willen zetten. En die had de collega's gevraagd van waar kan ik dat doen? Toen hebben ze opgegeven van dat moet je bij Tom zijn. Die doet zelf met films veel, dus draaien. Dus ik ben daarmee bezig geweest. En zo hebben we een leuke vriendschappelijke band gekregen. En ja, helaas is ze dus een paar maanden geleden overleden aan die ernstige ziekte. En daardoor hebben ze mij dus waarschijnlijk opgegeven van ja, wat je allemaal gedaan hebt voor haar, dat vonden ze heel erg leuk en ja, toch wel fijn. En omdat ik dan gisteren eigenlijk onverwachts gebeld werd, toen zei je van nou, dan neem je je vrouw mee. Ik zei ja, maar ik heb geen vrouw. Nou, je vriendin. Ik zei ik heb ook geen vriendin helaas. Ik zeg dus, het heb ik zitten denken. Ik denk nou, dan vind ik dat Samantha eigenlijk dat ook wel verdiend heeft, want die heeft er eigenlijk ook voor 100% in moeten zetten met allerlei dingen regelen. En die wist een hoop om dat te doen vandaar. Wist jij dat zij zo'n relatie hadden samen? Ja. Ja, mijn moeder had dat echt wel duidelijk gemaakt voordat ze stierf. Wat hij voor ons betekende, of tenminste voor haar betekende. En na haar overlijden heeft dat eigenlijk alleen maar voortgezet. Hij heeft ons ontzettend geholpen en is nu gewoon eigenlijk een stuk van de familie geworden. Ook mijn oma ervaart dat zo, mijn tante, mijn broertje, iedereen in de familie ervaart dat zo. Dus er is eigenlijk nog iets moois uit de nadigheid ontstaan? Ja, zeker. Hij is in ons hart gesloten, als in de familie in ieder geval. Nou, vandaar dat jullie nu hier ook lekker zitten te eten in de Rottetram. Ja, 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 ik vind het super.